Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick van der Wijk en dit is... Maurice. Hey Maurice, we zijn geweest vandaag naar Baby Driver. Daar gaan we het eens over hebben. Ja. Wij zeiden tegen elkaar, althans Maurice zei tegen mij, dit kan wel eens een 9 worden. Ja. Ik denk, nou, qua voorstukje zag het er wel aardig uit, maar nu zijn we geweest en dan kun je even klappen. Het wordt geen 9. Nee, maar hij werd gehyped. Ik heb best wel wat ook, zag de pers zag ook al wel langs gegaan. In Amerika was het ook wel helemaal cult. Het werd het een beetje, zeiden ze. Ja. Nieuwe manier van filmen. De next Pulp Fiction. Ja. Dan maar op. Maar nee, dat is totaal niet. Nee hoor, echt niet. Het is een leuke film. Alleen we hadden allebei wel het gevoel dat we, zeker in het tussenstuk van de film, nou, hij duurt er erg lang. Ja, dus dat dachten we zeker. Ja. En dat is nooit goed, hè. Als je in de bioscoop zit en je denkt, hoe laat is het? Ja. Dan is het nooit goed. Het is nooit goed te rekenen. Dus het was een... Ja. En ik had het niet alleen hoor, want ik hoorde ook een beetje geroezemoes in de zaal. En ik zat een beetje om me heen te kijken. Ik dacht, nou, deze mensen, die daar wordt het ook wat te lang voor op een gegeven moment. Terwijl die eigenlijk gewoon iets van 2 uurtjes duurde. Ja. Zeg maar, normale lengte. Hij had dus een begingedeelte. Nou, dat ging op een gegeven moment goed, goed. En op een gegeven moment stortte de film in. Ja. En toen moest hij weer op gang komen. En dat duurde vrij lang. Ja. En uiteindelijk vond ik... ik vond dat hij ongeveer voor 45 minuten wel instortte. En toen begon hij weer een beetje prang te komen. Toen werd het weer een beetje leuk. Maar het probleem was dat het eind waar je dan naartoe werkte, vond ik niet episch genoeg om die stille momenten te kunnen... compenseren. Ja. Goed. En hij had in principe ook een beetje kut einde. Ja. Had het een beetje spannend gehouden, denk ik, aan het einde. Ja, het was een goede afsluiting, hoor. Maar... Nou, kijk, het interessante is dat hij eigenlijk best wel niet conventioneel was, die hele verhaallijn. Klopt. Uiteindelijk, helemaal het einde, was het wel weer typisch Hollywood, van dat het toch een soort goed einde kwam. Dus... Ja. Ik vond een saaie lul, vond ik het. De hoofdrolspeler. Echt een saaie lul, vond ik het. Grote Smoel was ook gewoon heel plain. Was het gewoon, er zat ook helemaal niemand. Ja, ik vond het er zat niks bij. Bij de hele jong zat niks bij, vond ik. Ik vond helemaal geen... Nee, jij vond niks. Ik vond het wel meevallen. Ja, hij speelde ook zo iemand. Maar er zat helemaal geen sprankje persoonlijkheid in, man. Kom op. Weet je, die film die werd heel erg gedragen door de muziek. Dat is heel duidelijk. Dus de muziek bepaalde gewoon de mood, de stemming van de film. En dat zorgde ervoor dat de film misschien wel beter overkwam dan die werkelijkheid is. Dat is hij zeker, ja. Toen ik uit de bioscoop liep, moest ik even op Spotify eventjes het soundtrackje wel eventjes aanklikken. Want daar zat heel goede muziek in. Muziek dus. Ja. En vorig jaar hadden we Sleepless gezien. Toen hadden we Jamie Foxx gezien. Ja. Die viel er heel erg tegen. Heel erg tegen, ja. En die viel in deze film Die moet in zijn eentje geen film meer dragen, Jamie Foxx. Die moet lekker bijrollen doen. Ja, hij deed het in deze film erg goed. Deed het heel goed. Dus dat was de film. En Kevin Spacey deed ook gewoon... Kevin Spacey deed het heel goed. Niet zoveel, ik had hem een grotere rol verwacht, eerlijk gezegd, gezien de... Ja, maar ja, John Hamm, die had een hele goede rol, hè. Die had een hele grote rol. Van Mad Men. Ja. Nee, die was... Die was ook wel goed, vond ik. Ja. Dat was wel de beste acteur, denk ik. Weet je wat het is? Ja. Hij heeft ook weer zo'n stigma om zich heen. Hij heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in... Nou ja, hij heeft de hoofdrol gespeeld in de serie Mad Men. En voor mensen die het gezien hebben, zoals ik, kijk je heel anders naar het personage wat hij dus nu neerzet. Ik vond het heel moeilijk om... het verschil te maken tussen hij, de acteur die nu een andere rol speelt... en hij, de grote businessreclameman uit de zoveel seizoenen van Mad Men. Ja, ja, hij heeft echt een stigma. Hij probeert zich nu een beetje los te weken van, van die 10 jaar. Wat is het? 7 jaar? Het interessante is, hij had natuurlijk wel een zeker toch in het begin een soort likable personage. Klopt, had hij. Dus hij werd later, even een beetje spoiler. We gaan niet het hele verhaal vertellen hoor. Maar gewoon even, hij werd later toch even de bad guys in deze film. Ja. En uiteindelijk was hij de bad guy. En dat vond ik dan wel weer mooi opgezocht. Want in het begin denk je niet, dat is de bad guy. Maar uiteindelijk blijft hij wel over als de bad guy. Ja, maar dat is ook wel een persoonlijke reden was het. Dus... Ik dacht dat hij tegen Jamie Foxx zou gaan strijden. Ja. Dat dacht ik. Nee, maar dat werd ook een beetje... Maar dat was niet zo. Nee, maar dat werd wel in die film een beetje... zeker toen in die autoscène van we gaan hem afmaken. Ja. Ik dacht, nou, dan wordt dat zometeen het verhaal. Klopt. Maar Jamie Foxx, die werd op een goede manier uitgeschakeld. Ja. Dat vond ik wel een leuke manier. Lekker snel ook. Ja. Maar wel goed. Nee, ik dacht eigenlijk dat Kevin Spacey gewoon... is het Spacely of Spacey? Hoe kun je nou Spacely zeggen? Het is Spacely, alsof je een soort... maar Spacey is Sorry. Dat hij de grote bad guy zou worden. Ja. Dat ook vanuit de trailer gezien. En die was dan weer op het einde... Ja, die viel weer mee. Dus ja, die hielp hem toch wel weer. Dus dat vond ik wel weer leuk. Dat was een rare... Daardoor ook niet consequent. Ik vond het niet consequent met zijn personage. Nee. Want in het begin... Dat is een heel tough guy die hem tot alles dwingde. En op een gegeven moment helpt hij hem nog even. Ja, dat was niet consequent. Raar, dat was omdat hij ook verliefd is geweest. Ja, dat sloeg eigenlijk niet. Hij was love geweest. Nee, kijk, dat zijn dus die shortcuts die je wel eens in de film hebt. Dan is het verhaal gaan versnellen. Klopt. En daar gaat het dan wel dus eerst drukt hij lekker heel langzaam. En lekker dat je denkt, van die gaat nergens over. En dan gaan we het verhaal versnellen. Ja, doe dat dan niet. En bouwt een beetje gelijktijdig op. Ja. Dus al met al was het zeker niet een 9. En was het voor mij ook zeker geen 8. En was het voor mij ook zeker geen 7.
Ik geef hem een 6,5. Ik vind het een hele goeie. Een halfje voor de muziek. Daarom, anders was het echt een dikke 6 geweest. Ja, nee, 6,5, prima. Ja. En nu ik hem gezien heb, zou ik er ook niet voor naar de bioscoop gaan. Dat zou ik ook niet doen. Want dat vind ik ook zonde. Kijk hem lekker op Netflix of zo. Dat vind ik, daar is het een mooie film voor. Ja. Hetzelfde is eigenlijk Despicable Me. Ja, maar ook Netflix. Maar goed, dat is voor kinderen ook. Kinderen altijd nemen dan 3D-beeldjes op en zo. Dus dat zijn alles. Maar in ieder geval Baby Driver, ik zou niet voor naar de bioscoop gaan. Ik zou hem lekker op Netflix kijken of zo. Ja, ja. Zeker, helaas. Dus dan is het weer. Het is niet anders. Op naar de volgende keer. Tot de volgende bioscoop. Doeg. Doeg.